Jesse en Ignacio. En hiervoor is hij naar Goed Genoeg gekomen. Als je het hebt over Reli Ignacio, dan heb je het over doelpunten. En doelpunten, die had AFC afgelopen winter hard nodig om van de laatste plaats in de tweede divisie af te komen. Nu, 2 maanden later, is de 30-jarige spits al topscorer van de Amsterdammers. Want in 7 wedstrijden scoorde hij al 4 keer. En het is niet alleen dat ik belangrijk wil zijn met goals, ik wil ook belangrijk zijn voor de ploeg. En de international van Curaçao lijkt die uitspraak waar te maken. Sinds zijn komst pakt AFC gemiddeld bijna 2 keer zoveel punten en wordt er bijna 3 keer zoveel gescoord. Ignacio heeft sinds de herstart van de tweede divisie 24 keer gescoord en 10 assists gegeven. Maar daar had hij veel minder speelminuten voor nodig dan zijn concurrenten. Rekenen we dit om naar minuten, dan is Ignacio elke 97 minuten betrokken bij een goal. Slechts 1 speler heeft een beter gemiddelde. Inderdaad, de man die Ignacio bij Kozakken Boys uit de spits verdrong. El Azouti heeft 95 speelminuten nodig per goal of assist in de tweede divisie. Ignacio lijkt voor AFC dus de juiste man op de juiste plek. Maar laten we niet te vroeg juichen. Tegen Katwijk kwam slechts 48% van zijn passes aan. Verloor hij 11 van de 16 duels en leverde hij 19 van de 32 keer de bal in. Aan trainer André Wetzel dus de taak om hem op scherp te zetten voor het belangrijke duel met Tech. Want een Ignacio op zijn best kan het verschil gaan maken. En die Ignacio hebben ze bij AFC ook nodig, nu in de strijd tegen degradatie elk punt telt.